Een hele, hele goede morgen, lieve vrienden. Het is vandaag zondag 22 juli. Het is 8:55. Ik ben er weer klaar voor, zoals jullie zien, om naar de kerk toe te gaan. Vanmiddag krijg ik bezoek. Mijn dochter Karin van der Werf, allemaal bekend, ook op YouTube. Met haar aanstaande, mijn schoonzoon Roderick Staalman. En zijn ouders. Dan hebben we dus vanmiddag een kennismaking tussen de ouders. Ja, ook dat gaat gebeuren. Wow, mijn hondje ziet wat. Die vliegt er weg. Maar in ieder geval, ik wens jullie wel een van harte welkom, hè, bij Corina en de Wezenbos. Ja, word allemaal lid van mijn kanaal. Ja, en dat is gewoon leuk. Ja, gezellig. Kom gewoon bij. Abonneer je even op abonneren. Dan komt er een belletje voor tevoorschijn. Daar kun je ook op drukken. Dan krijg jij of u gewoon een melding dat ik weer wat heb geplaatst. Dat doet YouTube zelf, want ik werk vooruit, dus er staan wat filmpjes klaar op YouTube. En YouTube die plaatst iedere middag rond het klokje van 14:30 wat neer. Dus kom gerust allemaal. Kom op, kom gezellig bij mij. Ja, leuk. En daar is mijn hondje. Hé, ja nou. Daar is mijn hondje, die krijgt straks een kap weer om. Ja, anders krijgen we een bloederige massa. Maar meneertje die mag af en toe zichzelf helemaal kaal bijten. Tot bloedend aan toe. En dat willen we niet. En dat gaat geen vlooi hoor, nee. Het is een circulaire cirkel. Ja. Waar die in beland is. Maar dat komt ook wel weer goed. Ja, en het is ook gewoon voorzorgsmaatregelen. Ja, doet hij. Ja, ik kan best weten dat hij het niet doet. Maar de andere keer doet hij het wel en dan weer niet. En dat weet ik van tevoren niet. Het maakt niet uit. Maar lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Ik ga straks naar de kerk toe. Het is hier. Zal ik jullie laten zien. Ik heb wel de deur open hoor. Het is nog steeds bewolkt. Wel blauwe gaatjes. Dus ik doe straks wel het zonnescherm naar beneden. Want je weet maar nooit wat er gebeurt als ik naar de kerk toe ben. Dus ja, dat gaat wel. Maar ik heb vannacht nog gelachen. Ik werd weer wakker. Want toen kon ik even moeilijk in slaap komen. Ik denk, weet je wat? Ik ga even naar beneden, even buiten op mijn bankje zitten. Lekker even afkoelen. Hondje mee naar beneden genomen. Even buiten gezeten. Hoorde ik gesnurk. Ik denk, wat is dat dan toch? Ik sta op en kijk over de schutting van die kant. Zie ik een tuindeurwagen waar het open staat, net zoals wat ik nou heb. Legt meneer hiernaast buiten te snurken. Ik heb in een deuk gelegen. Ik denk, nou ja, leg die buiten te pitten. Ik denk, je hebt toch een bed? Ja. Ook al is het warm, je gaat toch wel op je bed leggen. Desnoods geen dekens over je, weet je. Maar je gaat niet buiten leggen. Tenminste, ik zou dat niet kunnen. Niet midden in een woonwijk. Nee. Maar ja, wie ben ik? Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Voor de christenen, God zij met jullie. En God zegeningen. Een fijne kerkdienst. En voor de niet-christenen, nou even goed, een bijzondere mooie dag toegewenst. Dus zeg, lieve vrienden, tot later. Doei, doei. Ja, goedemiddag, lieve vrienden. Ik ben alweer een tijdje thuis uit de kerk vandaan. Ik heb de boel weer keurig netjes, ik heb gegeten. Ik had vannacht een dweil, maar die meneer die verhaart. En ik zou nog ook, en dat het heet, maar ik heb het ventilator ook aan.
Maar ik heb vandaag dus, nou ik ben net klaar, ik heb gezogen, ik heb de bank gedaan, het kroonlaken erop, stoelen gezogen, ik verga nou van de pijn, maar dan kan de pret niet drukken. Ik heb een zitje gemaakt, een parasolletje neergezet, nou je scherm hak al open. Dus alles is netjes, ik heb koffie voor me klaarstaan voor mezelf en ik ga eventjes naar vegen. Eventjes lekker, even voor mezelf, kijken of we de 20.000 leden al hebben. En dan wachten totdat het 2:15 is ongeveer, want dan komen ze pas aan in Den Helder. Ja, ik weet niet hoe snel die mensen lopen, ze zijn ook al in de 80. Dus ja, we wachten het af. Ze zeggen tot straks. Geniet van het prachtige... Nou en piep, hoera, daar is ze dan, mijn liefhebbende dochter Karin en mijn liefhebbende schoonzoon die al druk aan het werk is voor mij. Ja, als, ja. Als het lukt. Als het lukt. Als het lukt. En wie hebben ze meegenomen? Roderick zijn ouders. En die zijn hartelijk welkom in mijn huisje. Ja, ja, huisje wel te vreemd. Oh nee, nee, het huisje draait heentje, staat op het huis. Juist. Dus jullie zijn van harte welkom. En ik ben blij dat ze er zijn. Ja, ja, dus we gaan van de koffie en de thee genieten. Straks een gebakje erbij. Dus het komt helemaal goed. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Ja, en mijn meisje die gaat er weer vandoor. Hé, hey, was hij er ook nog? Ik was er ook nog, ja, ja. Ken ik hem. En, Hoi. En wie bent dat u? Dat is mijn schoonzoon. Ik ben de tuinman. De tuinman. Wie is dat? De tuinman. Ik weet niet, ben jij het? Ik dacht dat het mijn schoonzoon was. Ik ben de tuinman. Ik kom de televisie repareren. En maar het is niet gelukt. De stereo. Nee, maar dat ding daar, dat is niet gelukt. Nee, er is iets stuk. Er is iets stuk. Stuk. Oh. En wat is er stuk? Een kabeltje. Een output board. Een gaatje in de machine, zeg maar. Een kabeltje. Oh, van de dvd-speler. Plug-in kan er wel in, ja? Maar het blijft niet hangen. Blijft niet hangen. Ach zo, dat is met het rode lichtje erin. Ja. Aha. Mooi. Aha. Weten we dat ook weer? Nee, ik ga niet naar de aha toe. Nee, maar dan weten we dat ook weer. Dan kan ik dat de overbuurvrouw die daar ook woont, ja, mededelen. Ja. Maar die... Ga ik even inzoomen? Ik weet denk ik niet of zij er is. Moet die rode auto er staan, dan niet. Buf! Fabiola! Denk het niet. Denk het ook niet. Helaas, pindakaas, heb ik weer pech. Dat is nou pech, onderweg. Nee. Maar hij kent dus kantelen, hè? Een parasolletje. Dat is mooi. Dat is mooi. Wauw. Ja, goed hè. Goed hè. Ja, heel goed. Moeder en dochter. Mwah. I love you. I love you too. Nou, dat is. Dat is niet leuk, kijk. Au. Staan we erop met z'n drieën? Ja. Bij mij wel. Ja, bij mij moet het erop wezen. We hebben in dezelfde stand, dus. En mijn moeder heeft het pas al uit. Ja, en deze. Gaat u met mij mee, meneer? Ja. Mooie meneer Van der Werf, Stalman. Ja, hoe doen jullie het? Daar hebben we het nog niet over uit. Ja, dat is goed. En ik Roderick, maar volgens mij moet ik dan eventjes wat ombouwen. Nee, hoeft het niet. Niet? Maar je hebt het nog te bouwen. Het is ook niet eens hard specifiek. Gewoon lekker zoals je bent. Gewoon lekker zoals je bent. Ja, maar dan ben ik toch wel. Wel een tapetje aan je haar, want je hebt veel te lang zitten kijken. Hey! Maar wel lekker op z'n tijd. Fabiola, ik heb hem al weg hoor. Fabiola. Jawel, het komt. Kom dan. Ze wil eventjes jou kennis maken. Met u. Met jou, met mij, met ik. Met jullie. Hi. Hoi, schat.
Ik moet eerst even iemand feliciteren met de trouw alvast. Karin heet ik. I know. Fabiola, de buurvrouw. Ja. De rare buurvrouw, hè? Nou, dan ga ik even kussen. Gefeliciteerd alvast. Hè? Dankjewel. Roderick ook gefeliciteerd alvast. Dankjewel. Dat maar een mooie zonnige dag mag worden. En een beetje kan. Ja, ik ben hallo, buurvrouw. Dan lieve schat. Buurvrouwtje nog wel. Ja. Bent u zo klein? Ja, heel klein. Iets kleiner dan mij. Ja, iets toch kleiner. Maar ze heeft haar, wat is het eigenlijk voor nu dan? Eigenlijk ook nu bijna aanhangfamilie. Ja. Daar zijn ouders weer ontmoet. Daarnet, vandaag. Waar zijn de hondjes? Thuis. Thuis. Ja. Maar zijn ouders zijn even eerder weggegaan. En dan gaan we weg. Oké. Okay. Nee hoor. Nee, ik ben blij dat ik haar deze Den Helder heb. Wees er maar blij om, ik wou dat ik wegkom. Wat? Ik vind er geen fuck aan hier in heel Den Helder niet. Nee, ik ook niet. We zijn er geen hond gebleven hier. Nee. Ik heb wel alleen nou haar nog. Nee, laat haar nou hier. Nee. Blijf hier? Ja. Kijk, dan is ze nog ergens koffie drinken als ik me niet lekker voel. Ze komt... lekker bij mij lekker een bakje doen, toch? Jezus. Ja, maar je zit ook in de kleine meid. Nee, die is er niet. Waar is die dan? Die moest zo nodig uit logeren en ik zit ook af te halen om u te wachten tot meneer zin in tijd heeft om te staan. Oh, nou lekker dan. Tussendoor nog gezellig vandaag. Toch? Meneer. Mama, wij gaan nog op tussen. Ja. Oké, okay, lieve schat. Ja. Jij ook nog, meneer Staalman van de Werf, Staalman? Ja, ook nog een. Nou, zeg ik nou u tegen u? Ja. Nee. Dan hoop ik niet dat Frode... Oh, ik moet Frode van me toe spelen. Hij heeft een rotspot in mijn straat. Yep. Dat is niet leuk. Nee, echt. Mam, wij gaan er tussen. Ja. Oké. Okay. Doei, kereltje op straat. Doei, Fabiola. Doei, schat. Goeie reis. Goeie reis. Doei, doei. Doeg. Ik heb de naam nog even gek maken. Ja, doe maar. Doei, doei. Nou, daar gaan ze dan. Doei, doei. I coming. Even momento. Hij moet doen. Probeer eens. Nee, kom eraan. Ik doe weer wat verkeerd. Ik doe weer wat verkeerd. Ik gebruik dat ding over. Ja, ik had hem al op slot. Is ook zo. Ben je alleen? Ja. Nou. Gezellig. Nee, broer. Waar is jij dan? Waar? Deze kant oplopen met de zware tas. Oh. Ik denk, nou, jullie zijn nu alweer terug. Nee. Dat is gestuurd. Oh. Lukt het zo? Zo gaat hij dan. Nou. Okay. Niet verliezen nou? Nee. Oh. Want vergeet u zo'n ding. Maar verlies dus twee dingen. Okay. Nou, doei lieverd. Zo, en nou doen we weer op slot. Zo. En ja, ze waren hun cadeau vergeten. Dus dat moeten ze dus wel eventjes meenemen, hè. Dus ja. Ben, dat gaat blij. Dat ze nog terug konden komen. Althans, Roderick. En dan heeft hij hem. Jeetje, ik zweet me rot. Echt. En dan zal ik die zo staart gaan kortwieken. Want meneer, die was naar boven toe gegaan. Terwijl ik dus bezoek had.
De eerste keer kon ik hem tegenhouden, ga ik erdoor, maar de tweede keer was hij heel stiekem naar boven gegaan. En nou heeft hij zijn start kapot gemaakt. Dus ja, ik heb de tondeus al klaargelegen. Hoe noem je zo'n ding? Kapperzet. Ik moet denk ik zien dat ik een verlengsnoer vind. En die heb ik wel. En dan leg ik hem op de bank neer, op zijn eigen plekje. En dan kan ik er fatsoenlijk bij zitten en dan ga ik zijn staart dus even proberen kort te de haren eraf te krijgen, ja. Dus we gaan het beleven. Als het klaar is, dus, en tenminste ik probeer het voor elkaar te krijgen. Lukt het niet, dan heb ik pech. Lukt het me wel, laat ik het jullie zien. Ik zou zeggen, tot later. Kijk, en daar zit ik dus mee. Ja, ik wist wel even gek. Nou, loop maar even. Loop maar. Het is dan weer een en al haar. Zo op de bank. Ik heb het grote gedeelte al opgeruimd hoor. De grote plukken. Ik heb het allemaal al in de prullenbak. Ja, je ziet liggen. Maar in ieder geval, ja. Ik moet nou even. Ook zelf weer op adem komen. Ja, lastig hè? Ja, ga daar maar liggen. Vrouwtje moet nou even op adem komen. Ben bek af. Ik ben met het schaartje nog bezig. Maar ja, ik heb de tijd. En als je nou vraagt, heb je al gegeten? Nee. Heb je honger? Nee. Ik heb nergens zin in. Ik ben enkel maar moe. Het is een drukke dag. En ja, ik heb niet veel over het verleden gepraat, want dat gaat toch niks aan. Nee, dat was ook wel gezellig. Enkel die meneer, ja, die blijft me praten. Die vrouw kwam meneer tussen. Die ik oké. Maar het was verder wel gezellig, ja. Maar in ieder geval, ik ga eventjes sluiten en ik weet niet of het maar lukken gaat met de staart. En anders zien jullie het morgen wel, maar ik heb nou echt geen zin meer om vanavond nog terug te komen. Ik heb gedacht, ik heb mijn best gedaan. Ik moet die vlog ook nog in elkaar zetten, dus ja, ik heb nog een hoop te doen. Ik zou zeggen, een fijne avond allemaal. Voor degenen die alsnog moeten werken morgen, werk ze. Degenen die al vakantie hebben, een hele super fijne vakantie gewend met heel veel mooi weer. Waar je ook naartoe gaat. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei! Nou, zoals jullie zien, het is me gelukt. De onderkant waar zo'n staart in principe nou op ligt, daar heeft hij dus... Tot bloed is toe echt gebeten. Dus ik ben blij dat ik het toch kaal heb weten te halen. Ik heb het gelijk ook behandeld met een medicatie die ik een keer vorig jaar had gekregen van de dierarts. Voor hetzelfde geval enkel toen op de kont zelf, op zijn flanken. En dat is dit spul. Ik weet niet of jullie dat zo kunnen zien. Nee, dat zien jullie niet. Ik zal het even zo doen. Zo, dan moeten jullie het wel kunnen lezen. Dat is speciaal voor honden met hotspot. Ja, meneer heeft het warm en begint daar te broeien. En dan zit dan vaak daar te slobberen, zoals ik dat noem. Likken, zeggen te wassen, te verzorgen. Maar totdat hij drijfnat is en dan begint te broeien... En dan gaat hij bijten, want dat gaat jeuken. En daardoor krijg je dus hotspot. En dan moet je dat kaal maken. Dus ik heb het zo goed mogelijk kwaad ging, heb ik het kaal gemaakt. En ja, nou moet meneer dus voorlopig met zijn kap om. Niet alleen wanneer ik wegga, maar ook wanneer ik gewoon bij hem ben. Want ja, hij doet het in een fractie van een momentopname dat je het even niet in de gaten hebt, je gaat naar de wc of wat dan ook, dan heb je hem niet in de gaten. En dan doet meneer zulke soort dingen, hè. Ja, en we willen ook wel slapen, et cetera. En ik moet
wel eens boodschappen doen. Nou ja. Daarom deed ik de kap al om. Maar s'nachts, wanneer ik gewoon naar bed ging, niet. Want ik was thuis en dan hoor ik hem wel. Maar nu moet hij... Als ik naar boven ga vannacht, gaat hij eerst de kap af. Want hij moet die trap oplopen. Maar ben ik boven, dan is die kap weer om. Morgen weer naar beneden toe, kap weer af. Naar beneden, kap weer om. Simpel. En hij kan wel bij zijn drinkersbak en zijn etensbak. Ik moet het denk dat hij in de ruimte zit, dat hij er met zijn kap eromheen kan. Dat is niks aan de hand. Maar meneer die wil ook niet eten. Nee. Hij gaat lekker eten, brokken met vlees er doorheen. Nou, meneer wil mama daar niet. Nee. Dat madammetje, die soort kleine witte, die ligt aan de bank te slapen. Gosje. Oh, hoopje. Die was al bij zijn etensbak om te eten. Maar meneer heeft dat in de gaten. En dan is het roet erop af en blijft van mijn eten af. Maar ja, dan moet ik maar eten. Maar oké, lieve vrienden, voor een kort verhaal even. Ik zou zeggen, nogmaals, wel rusten. Tot morgen. Doei doei.